Welcome, this is the energy vibration lesson for the vesical sun, moon and rising sign. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de stone. This is the derde week van maart. De week van maart heeft verschillende energies. You begin maandag tot en met vrijdag met de water energies. En dan ga je om in the weekend naar de vuur energies. Nou, daar is een eind toe een moeilijke situatie met je huwelijk. Dus whatever de situatie dat affect je huwelijk of je long term of je samenleven. Contract met iemand anders. Ik zie een eind komt naar een moeilijke tijd. Het kan met een kind misschien door een moeilijke tijd gegaan. En nou de kind komt best wel uit deze moeilijke issue en moeilijke situatie. Heel veel van jullie in de weekend krijg even conflicts met either je zoon of je man. Ik zie transition come up voor je zoon of je man. En deze persoon komt out of whatever moeilijkheid dat deze persoon was in. Omdat ze komt achter en ze weet precies de waarheid over een issue en een situatie. Ik zie dat sommige van jullie willen leave the offer. Maar ik denk niet dat de persoon is daar klaar voor. Ik kon een weeskal mensen of een tweeling, okay, omdat jullie zijn weeskal. Whatever the issue is, ik zie een transition dat komt op voor jullie in deze relatie. Dus however the person komt op voor jou, ik zie dat je komt achter some situatie dat is gespeeld, okay. Dan hebben wij, ik zie dat een onderzoek, het is zo, het is sommige van jullie hebben een issue met visgrave of cancer man. En deze persoon heeft iets deceptive gedaan. Ik zie dat je gaat het vertellen. Okay? Dus jonge mensen, whatever the issue in the situatie is, ik zie dat je gaat vertellen wat deze visgrave of scorpion man heeft gedaan. En hoe je bent terechtgekomen in een situatie. Ik ken dat deze man heeft je kind verpest of iets verkeerd gedaan bij de kind. Je weet wat ik bedoel. Maar de kind gaat aan jou vertellen dat deze man is een visgrave of scorpionetje. Have deceptiveness bij hem of haar gedaan. En de waarheid komt even boven water. Transition is here, whatever the issue and the situation is. When it come up naar werk. Your boss, transition come for your boss. As your boss is an a face grave of scorpion of iemand in the mark, transition come for this person. It can a book collider or so. Transition come for this person on that have optical coma what this person have gedaan of this person have over zijn grens gegaan met some deceptive situatie. En het heeft mee te maken met geld of samenwerking of de mens hebben jouw informatie of zo aangeraakt. Of het heeft iets mee te maken met werk, omdat ik zie dat jullie komen succesvol over een situatie. Dus, sommige van jullie krijg en een hoge positie, omdat deze iemand op je werk gaat weg en je krijgt de positie. Dus je krijgt een salarisverhoging. Sommige van jullie, there was an issue. En je krijgt wat onverwacht geld en vergoeding, afbetaling. En het heeft mee te maken met de auto. Of ik ken dat je auto was ingebroken of gestolen of die heb je overgevraagd voor auto of reiskost. Als je hebt je reis gecanceld, je zit te vechten met mensen, maar de geld komt best wel terug, oké? Okay? Dus het heeft iets mee te maken met een auto of een reis dat je wil kan cancelen. Die doet moeilijk, maar nou word je succesvol dat de geld wordt teruggegeven. Dus dat is best wel positief. Nou, ik zie breed informatie. Gaat uitkomen over een visgrave of scorpionetje. De waarheid komt even boven water. De leukens en deceptiveness
dat deze persoon afgedaan. Het is een oude vrouw, 50 jaar en ouder. De informatie komt, sommige van jullie kunnen ook bericht hier van deze persoon gaan krijgen. Of je komt achter wat deze persoon heeft gedaan. Ik ken een moederfigure of ik ken een vriend of iemand op de workfloor. Maar informatie komt hier best wel uit. Een resolution komt op. There was some issue and situatie waar er was informatie dat was tegen jou gehouden over some geld. Dus whatever the issue and the situatie is, ik ken geld over een huis. Geld wat je moet krijgen van een huis. Je borg wat je moet krijgen, heb je niet teruggekregen. En ik zie nou dat ze gaat het oplossen, dat je krijgt het terug, oké? En ik zie dat whatever geld dat was gestolen van jou of gehouden van jou of misschien jullie hebben het genomen wanneer het was voor iemand anders. Ik ga het echt terugkomen naar jou naartoe, oké? En dit is best wel positive alignment van energies. Dan hebben wij conversation. Sommige van jullie komen achter of je gaat even vertellen over some moeilijkheden om even help te gaan opzoeken. However, dat speelt in je leven. Ik zie dat je gaat even met je ouders even kan praten. Sommige van jullie of tegen volwassen mensen gaan praten. Misschien is een coach of zo. Maar wat ik zie hier is dat sommige van jullie gaat even vertellen wat een boodschap te hebben tegen een jong stier maak of steenbok gedaan. Omdat deze boodschappen hebben some deceptive geheim gehouden. Of die hebben samen met een andere jonge persoon gewerkt om some deceptive situatie. En jij gaat even vertellen dat iemand heb je gevraagd om het te doen. Je krijgt jezelf hier best uit. En dat is best wel goed, oké? Mannen 50 jaar en ouder. Ik zie dat je krijgt om te horen over een ziekte. Some geheim over is een karmatic situatie. Dus ik ken een karmatic ziek. Of je krijgt om te horen dat je hebt een ziek dat je was niet van op de hoogte. Misschien ben je vorige week of daarvoor onderzoek gaan doen. En je krijgt om te horen dat je gedraagt iets, oké? Gewoon, ik zie gewoon dat je het niet geweten dat het is in je bloed of in je family bloodline. Maar het wordt, is niet, is een karmatic ziekte in de bloodline, oké? Dus, however, dat speelt voor jullie. Dus, hou vast aan wat is hier. Maak je geen zorgen. Het komt best wel goed uit. Ik heb twee energy, card 1 en card 2. Card 1 zegt meerdere keer positieve woorden naar iemand dat is boos. Help om de energie te verrijken, verreinig de negative energy, oké? Dus als iemand boos tegen jou, het is goed om gewoon te zeggen een positief woord en dat breekt de negativity van de persoon. Het leven is niet boring, het is een gave. Gebruik het, oké? Dus jullie hebben allebei blauw energy, het is de energy van genezing. However, het speelt, het is gewoon een energy van genezing en het is zeer positieve week waar heel veel issues worden boven water gekomen en opgelost. Dames en heren, ik ga het even tegen jullie zeggen. Bedankt voor de terugkomst en ik spreek jullie volgende week. Namaste.